trainen een levendige wedstrijd. Ja. Veel strijd, spanning, 90 minuten lang. 0-0, terechte uitslag? Ik denk dat iedereen dat gaat zeggen, ja, dat het een terechte uitslag is. Nou, wij spelen tegen de koploper, waar je heel moeilijk tegen kunt scoren. Nou, we hadden ook niet erg veel kansen, maar topwedstrijden die zijn nooit gevuld met kansen over en weer. Ik denk dat wij, zeker in de laatste fase, als er dan iemand misschien recht had op een overwinning, of in ieder geval ietsje meer had mogen hebben als de ander, dan was het op basis van de laatste half uur. Dat was er denk ik aan ons gericht. Ik denk dat wij veel meer balbezit hadden en ook gevaarlijk waren. Alleen hun stonden goed verdedigend en gaven niet heel veel weg. Ik denk dat wij met geduld speelden, heel verzorgd opbouw speelden en hun een beetje lieten komen, waardoor we wat meer ruimtes kregen. Maar ze lieten zich niet echt lokken. Dan weet je dat je niet veel kans gaat krijgen. En zeker in zo'n topwedstrijd, dan moet je het van die paar kansjes hebben. En hadden we net niet het geluk dat die erin viel. Je weet, als je tegen Twente speelt, en zeker de laatste half uur waarin Vitesse naar voren speelde op zoek naar het doelpunt, dat je achterin, zeker met een ploeg als Twente, kwetsbaar kan zijn. Ja. Maar dat gebeurde niet. Nee, dat klopt. Maar er waren wel een paar halve momenten. Zij maakten de verkeerde keuze, waardoor ze eigenlijk de counter goed hadden kunnen zetten. En dan kan het zomaar zijn dat je achterkomt en dan is het een... dan zou dat heel zuur zijn. Ik ben namelijk heel erg tevreden over de manier zoals wij vandaag hebben gevoetbald. Het is tegen een topploeg. Want als je zoveel miljoenen kunt investeren in een team, dan is het knap wat wij aan het doen zijn nu. Speelt Twente altijd zo? Een beetje afwachtend? We hebben een aantal wedstrijden van hun bekeken vooraf. En daarin zie je dat hun vooral goed zijn als ze wat ruimte achter onze verdediging hebben, waardoor ze die ballen daar kunnen geven. Via de buitenkanten met Chatli, normaal gesproken nu Tadis natuurlijk, die gevaarlijk is. Maar dat hadden we goed in bedwang en daardoor waren wij gewoon sterker. Ja, Van Aanholt die schoof steeds door, waardoor Tadis maar mee moest. Dus die speelde echt continu op zijn eigen helft eigenlijk. Was dat ook jullie tactiek? Ja, Patrick die speelde wat dieper, waardoor Theo naar de buitenkant ging en moest Tadis kiezen. En Jans ook, waardoor we meer ruimte kregen naar voren toe. En daar wisten we niet zoveel raad mee, omdat we de hele tijd vrij waren en kwamen de hele tijd te laat. Alleen, wat ik al zei, achterin waren ze gewoon sterk en hielden ze de nul. Ja, je ziet vaak bij twee topploegen tegen elkaar dat het zoeken is, schaken is. Nou, top, misschien ben ik iets te enthousiast, maar in ieder geval twee goede ploegen. Had u van tevoren gerekend op zo'n schaakspel, de zaakjes? Ja, dat wel. En het is wel leuk dat iedereen zegt twee topploegen. Wij zijn een topploeg in wording. In ieder geval een ploeg. Maar nog geen topclub. En dat is een heel groot verschil. Alleen heel veel mensen denken dat wij al een topclub zijn. Maar dat zijn we absoluut niet. In mijn optiek. Nog niet. Maar dat gaan we wel worden. En dan op de vraag van jou terug te komen. Ik had dit wel verwacht, ja. Omdat namelijk Twente speelt. Als je ziet hoeveel aanvallers wij op het veld hebben staan. En je ziet hoeveel Twente erop heeft staan. In ieder geval aanvallend ingestelde spelers en Twente, dan kun je verwachten dat het heel moeilijk is. En dat je vooral aan je opdrachten moet houden. Want als je dat niet doet, dan kan je zomaar in dit soort wedstrijden kan je tik op tik krijgen. Nou, en ik heb begrepen dat vorig jaar hier het zo is geweest. Ja. En nu hebben we. Nu hebben we de nul weten te houden. We hebben wel een paar kleine kansen gehad. Onder andere Marco nog. En een paar ballen die in de 16 dan net niet goed vallen. Wilfried die nog een keer die bal toucheert. Dus daar moet je een beetje geluk mee hebben.